nagelaus. Ofwel zoals we hier in de streek noemen, Nagelhold. Dat is een dialect en het is ook een streekproduct. Het komt uit het oosten van het land. Het begint bij de inkoop van onze van de runderen eigenlijk, die wij bij de boerderij hier in het oosten van het land hebben. Lopen blonde Aquitaine, vleesrunderen. Daar gebruiken wij de bilspieren voor. Bovenbil, platte bil, achtermuis, dus echt de zachte vleesdelen. Om daar nagelaus van te maken. En dat deed men vroeger eigenlijk al. Toen nog geen koeling was, ging men dat vlees zouten. En na een bepaalde periode werd het zout eraf gespoeld. En dan werd het opgehangen in de keuken, in de wiemen. Om daar verder te drogen. En dan werd het vaak heel hard, heel droog. Hetzelfde principe gebruiken wij. Dus droog zouten. Niks geen water erin, alleen maar zo dat het vocht uit kan. Dus dat het volle smaak overblijft. Na een bepaalde periode van het zouten, van het drogen. Daarna krijg je een soort natuurschimmel. Lijkt het wel, het is zoutuitslag, zoutkristallen. Je kunt het gewoon afwassen, maar daardoor krijg je wel die lekkere smaak. Minimaal 6 weken drogen, minimaal soms wel 10 weken drogen. En dan is die klaar. Dan heeft hij die volle smaak. Heel goed te gebruiken als carpaccio, maar ook mooi te vullen met een lekkere jam of met een roomkaas. Toepasbaar op verschillende gerechten.